geef zelf al 10 jaar les, maar ik gebruik Klassement al sinds mijn opleiding. En onlangs heb ik nog een stappenplan gedeeld voor hoe je met onderwijskiezer kunt werken voor kinderen van het 6e of 5e leerjaar. Het belangrijkste doel van Klassement om leerkrachten samen te brengen en om de kwaliteit van uw lessen, van uw projecten, van uw klasgebeuren algemeen nog kwalitatiever te maken. En Klassement is eigenlijk 24 uur op 24, 7 na op 7 bereikbaar. Dus je hebt eigenlijk dagelijks op elk moment van de dag steun van een andere leerkracht. Als ik afga op mijn opzoekingswerk, wat ik allemaal gevonden heb, zou ik als tip willen meegeven om meer gevarieerde projecten op Klassement te zetten. Als wij bijvoorbeeld zoeken voor een thema beroepen, hebben wij verschillende leerplandoelen en wij vinden wel per leerplandoel een werkblaadje, een activiteit, maar nooit een samenvatting van een reeks leerplandoelen. Dus dat zou mijn gouden raad zijn om toch meer gevarieerde projecten online te zetten. Niet van één leerplandoel, maar van meerdere doelen. Ik vind Klassement heel gebruiksvriendelijk, omdat alles duidelijk aanwezig is, zoals bovenaan de trefwoorden, in welk domein je wilt zoeken, links de graden of de leeftijden, dus alles is vrij overzichtelijk. Zoveel mogelijk blijven delen, om toch wel vernieuwend te blijven in de klas. Want elk jaar is anders en je moet zoveel mogelijk nieuwe ideeën oppikken.